Thank you.
goedenavond. Ik heet u namens het bestuur van de voetbalvereniging Rijnders Boys van harte welkom. Uiteraard een bijzonder welkom aan de beide families van de jubilarissen. Althans, de jubilarissen die ook afscheid nemen. De volgende spreker op de lijst is de heer Gerrit van Dijk, bestuurder van de district Wezerie van de KNVB. Die zou ik graag willen uitnodigen. Geachte Piet, de familie van Piet, geachte Gerard, familie van Gerard, dames en heren genodigden. Een beetje weemoed staan we hier toch wel, want eigenlijk is het een afscheid met een hele mooie afscheidsavond, met een verschrikkelijke mooie ambiance. Maar er staat toch in de tekst van de uitnodiging een paar zinsneden en dat ligt er niet om. Er staat dus duidelijk, maar nu is het bijna voorbij. Dat is de tekst van de uitnodiging. Dat klinkt jammer, dat is duidelijk. Er staat ook verder, met weemoed gaan we afscheid nemen. Ook dat is jammer. En natuurlijk is dat jammer, want is de heer ik moet u toch als KNVB-bestuurder even terugnemen naar de afgelopen jaar. En wat zien we dan eigenlijk? Vele coryfeeën, voorzitters of secretarissen, hebben afscheid genomen. En daar wil ik u toch even van konden geven. Dokos, voorzitter weg, geen voorzitter. Doorzet, een jaar geen voorzitter. Treden, voorzitter en secretaris weg. En dat geldt ook natuurlijk voor alle aanwezigen die een functie vervullen. Hoop ik niet dat dit een tendens is. Een tendens dat we dus te snel misschien, en dit waren mensen die niet te snel dus weggingen, laat het heel duidelijk zijn, dat het natuurlijk een tendens binnen de KNVB, binnen de verenigingen wordt. Want dat is gewoon jammer. Want wat we wel merken binnen de KNVB, dat het een kortere bestuurstijd gaat worden. Een kortere bestuurstijd, wat vroeger dus eigenlijk en tot op heden dus gold, dat je mensen met meer dan 25 jaar afscheid ziet nemen, zoals hier, Piet, Gerard. Dat komen we dadelijk in die volgende periode bijna niet meer tegen. En dan is het fantastisch dat we als KNVB toch deze mensen even willen eren en naar voren willen halen. Omdat het gewoon zeer goed is, ook voor het huidige kader, ook voor de mensen die jong zijn en die in feite aan het begin van hun carrière staan. Kadergebrek, dames en heren, ik moet het toch zeggen, ook bij dit afscheid, dat is een probleem. En het probleem zal zich waarschijnlijk hier bij Rijnsburg niet voordoen. Maar het doet zich natuurlijk verder best voor in onze West 3, kijk maar, of West 4, waar we ook bij zitten. Maar kijk in het stadse, dan zie je vaak alleen nog maar een voorzitter, die ook secretaris, ook penningmeester en ook wedstrijdsecretaris. Derhalve, dames en heren, natuurlijk een kriedekeur. Laat dit vanavond de twee mensen zijn die voorbeelden waren, maar voorbeelden blijven. Niet alleen voor Rijnsburgse Boys, maar voor iedereen die uitgenodigd is als vereniging. Om dus eigenlijk te zeggen van zet nog vele jaren uw beste beentje voor. En dat geldt ook voor de dames, want we krijgen gelukkig wat meer dames in de bestuurlijke lijn binnen de KNVB. Fantastisch. Zij maken het namelijk verder veel beter als de heren. Kunnen zij dus relativeren vaak en kunnen ze vaak nog zeggen tegen de heren rustig aan en blijf even op je stoel zitten. Wie weet. Goed. Jullie tweeën nu maar aan deze kant even uit te nodigen om tegen jullie iets te zeggen en te doen. Piet Gerard, de KNVB, heeft op uitdrukkelijk verzoek uiteraard mede namens Rijnsburgse Boys. Want ik moet u zeggen dat, en dat mag je de bestuurslid Kees straks wat dankbaar voor zijn. We hebben er heel veel aan moeten doen om datgene aan jullie te geven wat jullie ook, wat ook volledig waard zijn. En wat recht toe recht dan het enige juiste is wat aan jullie dient uitgereikt te worden. En dat is, Jos, ben je al in de buurt? We doen het even anders. We geven eerst dat cadeautje, Jos. Kijk, en dan is het namelijk zo, dames en heren. We gaan de beide heren opspelden en met de oorkonde dadelijk lezen we naar dat voor. De KNVB spelt in goud. En zeer hoge onderscheiding. We hebben toch de boeien. Ja, oké. Dus de spelden zijn vandaag nog heel vers uit het Zeisterbos hier naartoe getransporteerd. Pieter Gerard, dat moet je echt van mij aannemen. Maar het is een hele goede en van ons een uitstekende zaak om jullie daarmee te eren. Ik zeg je ook dat beide heren
binnenkort dus opgenomen kunnen worden in het gilden van de Gouden Speldragers. Daar ook nog zo'n mooie club voor. Dat is een uitstekende club. Sommige mensen noemen dat een andere club. Maar ik hoop dat jullie daar verder nog genoegen mee zullen hebben in clubverband. Voorzitter Piet, het kleine cadeautje eronder is al weg, want anders krijg ik hem zo slecht uit het doosje. Maar hier komt de Gouden Speld. Ja. Piet, gefeliciteerd. En ik lees hem ook voor. De oorkonde vandaag uitgereikt aan P. van Egmond, de KNVB speld, de waardering speld in goud, voor de vele verdiensten taveuren van de KNVB en uiteraard voor Rijnsburgse Boys. Gefeliciteerd, nogmaals. Even kijken, Gerard, of ik het juiste doosje heb. Gerard, ook jij gefeliciteerd en van harte, want het is je helemaal gegund voorzitter en secretaris te benoemen met de Gouden Speld. En hier de oorkonde, dezelfde oorkonde uiteraard, maar het heeft een andere naam, want hij heet Gerard van Zuilen. Gerard, gefeliciteerd. Dames en heren, en ik hoop dat u nog een genoeglijke avond hebt en bedankt voor de aandacht. Gerard, bedankt voor je vele lovende woorden. Er zullen nog wel meer sprekers komen. Je hebt het keurig verwoord. En in ieder geval, wij zijn heel blij met deze spelden. Straks komen we er nog uitgebreider op terug. Maar voor nu in ieder geval bedankt. En Jos, jij hetzelfde. Ik heb een keer aan jij je dopje. Dopje. En een doosje. Dopje. En doosje.